Hoi, Pim van Foundervisie weer. Ik probeer wat vragen te beantwoorden die bij Dierenlot zijn binnengekomen. Ik zit nu in de intake. We hebben het op dit moment heel erg druk met jonge vogeltjes en jonge zoogdieren. Maar ik probeer toch even wat tijd vrij te maken om wat vragen te beantwoorden. En ik moet zeggen, er zijn echt hele leuke en goede vragen binnengekomen. Eén daarvan is, hoe komt het dat je op dit moment zo weinig zwaluwen ziet? Nou, eigenlijk is dat gewoon een waanzinnig goede vraag. Met een hele vervelende achtergrond. Het is namelijk niet alleen zo dat je weinig zwaluwen tegenkomt op dit moment. Maar ook de kievieten zijn er minder. Er zijn minder ganzen geweest dit jaar. Hier in Noord-Groningen, waar wij wonen, daar komen ieder jaar een 2-3 miljoen ganzen. Komen vanuit Scandinavië deze kant op. Dat zijn dan onze zogenaamde wintergassen. We krijgen hier bijvoorbeeld heel veel brandganzen, grauwe ganzen, koolganzen, rietganzen. Maar ook natuurlijk de rotgans. Rotgans is een echte zeebewoner. Die zit hier bij ons achter de dijk op de kwelders. En die kom je in het binnenland eigenlijk niet zoveel tegen. Maar dit jaar, op de afgelopen winter, was er maar een handjevol. Een fractie, misschien maar 2 of 3% van wat er normaal gesproken bij ons komt. We hebben natuurlijk wat contacten op de eilanden. En daar horen we ook dezelfde klachten. Veel minder vogels dan andere jaren. Nou is het dus zo dat tussen Nederland en Scandinavië, net aan de bovenkant, aan de noordkant van de Waddeneilanden, daar hebben ze een hele ring met windmolens geplaatst. Er komen er zelfs nog 184 bij. Nou, die vogels die migreren vaak 's nachts. Eilerenden, ganzen, die vliegen vrij laag over het water. Nou, je voelt hem natuurlijk al aankomen. Die ganzen die moeten langs die windmolens. En die wieken die draaien allemaal door elkaar heen. En die vogels die worden voor een groot gedeelte geraakt door die wieken. Dus ik denk zelf eerlijk gezegd dat er honderdduizenden ganzen en eenden, en maar ook andere trekvogels sterven door de windmolens. Er is een onderzoek geweest dat hier op Eemshaven, dat ligt hier 20 kilometer vandaan, waar de Noorse Stern langs trekt, dat er ongeveer tussen de 5.000 en de 10.000 vogels per seizoen door de windmolens geraakt worden. Dat zijn vogels die eigenlijk hierheen komen om een nestje te maken. Zo'n duizenden, tienduizenden kilometers vliegen om hier een nestje te maken. En die worden hier gewoon gehakt gemalen door de windmolens. Ja, dat is heel vervelend. De cijfers zijn er eigenlijk nog niet van bekend, omdat die windmolens er nog niet zo heel erg lang staan. Maar ik kan me ook voorstellen dat er in Frankrijk, Spanje, Portugal ook windmolens staan. Precies op de trekroutes van die zwaluwen, maar niet alleen van de zwaluwen, ook van de kievieten, de gruto's, de tureluurs enzovoort. En die moeten ook langs die windmolens. Overdag kunnen ze die misschien nog ontwijken, maar straks, ja, dan vliegen ze eigenlijk ook door. Dan zien ze die windmolens niet en het worden gewoon allemaal hele kleine gehaktballetjes. Heel triest, we proberen natuurlijk wat milieubewuster te worden en te zijn met de windmolens en de groene energie. Maar persoonlijk zou ik zeggen, jongens, zet geen windmolens in de Waddenzee of in de Noordzee. Want daar gaat onze vogelpopulatie mee naar de Filistijnen. En niet alleen de vogels hebben er last van, maar ik heb ook al begrepen dat het maritieme leven, de maritieme zoogdieren, dus dan moet je denken aan zeehonden, walvissen, bruinvisjes, dolfijnen, die raken door die trillingen van die windmolens ook in de war. En die kunnen daardoor niet meer goed navigeren. Nou, zwemmen vervolgens in een baai of in een fjord of bij ons op het strand of net de verkeerde kant van Engeland langs. Ja, en lopen hier op het strand en gaan vervolgens dood. Ja, groene energie is een hoop waard, maar ik zou persoonlijk liever kiezen voor windturbines in plaats van windmolens of bijvoorbeeld zonnepanelen. Ik denk dat dat een van de redenen is dat er dit jaar en waarschijnlijk ook de komende jaren bijna geen zwaluwen meer in Nederland komen. Moeten we ermee leren leven? Ik weet het niet. Ik hoop dat jullie een antwoord hebben op deze vraag. Dankjewel.